de was doen. Het is een mooi deel van mijn eigen vrijgezellenleven. Dinsdagavond doe ik de kleurenwas, straks na de uitzending snel nog de witte was, op 60 graden. Zo heeft mijn mama dat geleerd. Maar mijn witte t-shirts kan ik moeilijk echt wit houden. Die worden grauw en grijs. Frustrerend voor een echte wasman als ik. Maar Dash heeft een oplossing. Propere ballen, belangrijk. Welkom in de bowling in Sint Maartenslatum, thuisbasis van... Marcellekes. Beste Marcellekes, kijk eens mee naar deze reclamespot. Marcel gaat bijna strijk. Een bowlingzaal, een Russische schone wind. In mijn land hebben we een traditie. Truitjes wisselen. Maar er wordt een stokje doorgestoken door deze vrouw. Voordat wij truitjes wisselen, wassen we ze eerst met Dash. Zo wordt zelfs uw truitje weer stralender wit in drie wasbeurten. In drie wasbeurten is het opnieuw witter dan wit. Jullie hebben allemaal al wat strijks op jullie konto staan. Het is al wat grauwer en wat grijzer. Mag ik, beste Marcellekes, jullie Marcellen lenen? Op de nuchter maag. We gaan het testen. Welkom, hallo mannen, in een nieuwe Volt reclametest. We gaan wassen in de wasbar in Gent. Met vijf Marcellekes, vijf tinten grijs, gaan we eerst en vooral doorknippen. De rechterhelften, dan kunnen we vergelijken met de linkerhelften. Met exact 50 milliliter Dash. Voilà. Schuif dicht, deur dicht, play. En dit gaan we nu drie keer doen. Hallo, ja, daar bent u. Dit gaan we nu drie keer doen. Wasbeurt 2. Wasbeurt 3. Och, iets kleins. Hoog tijd voor reclame. Voordat wij truitjes wisselen, wassen we ze eerst met Dash. Dash zal Martina's t-shirt weer stralender wit maken. Maar wie zal Marcel nu troosten? De was is gebeurd. Hoog tijd om het wat wetenschappelijk aan te pakken. Want witter, wat is dat precies? Dit is Kurt. Kurt, wat gaan we precies doen? We gaan aan de hand van deze spectrofotometer de wetheid van het textiel meten. En dit kunnen we uitdrukken in een getal, een wetheidsindex. Dat betekent hoe hoger het getal, hoe witter het product. Heeft u er zin in? Wij ook. Hey Kurt? Absoluut. Voilà. Meten. T-shirt 3, wetheidsindex 127. Rechts, wetheidsindex 95. Wetheidsindex 130. T-shirt 4, 75. Hoog tijd voor de resultaten. Is de rechterhelft witter dan de linkerhelft? Met andere woorden, heeft Dash ons Marcelleke witter gemaakt? Jawel, wij konden op alle vijf de materialen vaststellen dat het effectief witter is geworden. Er was zelfs een uitschieter tot 30% hogere wetheidsindex. Dus de bewering, na drie keer wassen, is mijn vergrijst Marcelleke terug witter? Die is bevestigd. Reclametest? Geslaagd. Geslaagd. Echt waar. En je kon het ook echt gewoon zien, de linker- en rechterhelft, als je die vergeleek. De rechterhelft was effectief witter, wetenschappelijk bewezen. Alle t-shirts waren een pak witter.